Weet jij hoeveel gave projecten we in Nederland hebben die mede mogelijk zijn gemaakt door Europese subsidies? In veel projecten wordt samengewerkt met bedrijven en organisaties over de grens, in België en Duitsland. Ook bij jou om de hoek investeert Europa in projecten die bijdragen aan het versterken van de economie. Zo is op een basisschool in Appelscha een nieuwe leermethode ontwikkeld. De kinderen op deze school maken gebruik van schaakstukken om hun reken- en taalvaardigheden verder te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat mensen weer weten wat ze eten, wordt er in Den Haag bovenop het dak van een kantoorgebouw vis gekweekt en superverse groenten verbouwd. Zo is de grootste stadsboerderij van Europa ontstaan. Het Experience Center van Friesland Campina in Wageningen is een beleving op zich. In de innovatiekeuken en de proefbakkerij kun je allerlei producten proeven, ruiken en voelen. Een lekker leven voor koeien in de diervriendelijke stal bij het melkveebedrijf van Rick en Joke Lagedijk in Diezen. Hier lopen de koeien vrij rond en liggen ze op een dikke ondergrond van houtsnippers. Deze houtsnippers liggen niet alleen lekker, maar zuiveren ook de lucht. Ook op het gebied van gezondheid dragen Europese subsidies hun steentje bij. In het Maastricht Universitair Medisch Centrum wordt geprobeerd hart- en vaatziekten vroeg te herkennen. Door hier op tijd bij te zijn, kunnen mensen beter geholpen worden en blijven zorgkosten laag. Op proefboerderij De Rusthoeve in Noord-Beveland worden gewassen geteeld, getest en verwerkt tot biobrandstof, biomaterialen, elektriciteit en warmte. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan onze energiezekerheid en de vermindering van broeikasgassen. Nieuwsgierig of er subsidie voor jouw project is? Neem een kijkje op europaomdehoek.nl en laat je inspireren.